De rode draad door alles wat ik doe, is eigenlijk bedrijven helpen groeien. Dat doe ik enerzijds binnen VOCA Brussel. Waar kunnen mensen mij nog van kennen? Ik heb in Gent Toastmasters Gent opgericht, een club waarvan de leden samenkomen om het spreken voor het publiek te oefenen. En TEDx Gent, eigenlijk een conferentie met creatieve, innovatieve sprekers met wereldverbeterende ideeën. Mijn eerste ervaring met ondernemer was eigenlijk in het middelbaar onderwijs. Mijn tante is abdis van een slotklooster en een van de dingen die ze doen zijn hosties maken. Dat is eerst grote vellen hosties, 10-15 op elkaar. Daarna stampen ze de kleinere hosties daaruit. Nu, alles wat daar rond zit, wordt eigenlijk gebruikt als voeder voor varkens. Een van mijn beste vrienden vindt dat fantastisch lekker. Dus had ik een handeltje, een ruilhandel met frutellas opgezet, frutellas tegen hosties. Ik denk dat dat mijn allereerste ervaring was met ondernemen. Voor mij om een start-up te coachen zijn er twee zaken die van belang zijn. Ten eerste een persoonlijke klik. Ten tweede, elke mentor kan misschien heel wat bedrijven coachen, maar het belangrijkste is dat je een bedrijf uitkiest waar je ook professioneel de juiste kennis rond hebt. In mijn domein is dat voornamelijk productie, logistiek, ook alles wat financiering betreft. Maar geef me geen IT-gerelateerde zaken, want dat zal veel moeilijker zijn. Veel van de start-ups zijn bezig met een product en product verkopen. Maar goed, dan komt ook de vraag van, ja, ben je juist verzekerd? Heb je een aandeelhoudersovereenkomst? Hoe zit het met je contracten? Toch een aantal essentiële zaken die ook niet fout mogen lopen. Hè. Er mag geen wiel aflopen of het kan even goed gedaan zijn met de start-up. Dus de Birdhouse is niet vrijblijvend. En als mentor verwachten we ook een zeker commitment, zowel in het afspreken zelf, maar ook in wat je doet. En wij verwachten dat er vooruitgang is. En dat vind ik wel tof.